9.35 voor de Zweedse in haar grondoefening. 8 voor Jenny Schouterden aan de balk. En daar is nu de West-Duitse Hou. Zijwaartse salto gevolgd door rugwaartse salto. Kijk, niet beheerst genoeg. Het was natuurlijk een heel moeilijke verbinding. En misschien nog niet tot in de puntjes gekend. Misschien speelt natuurlijk ook de zenuwachtigheid een rol. Dat kan. Salto rugwaarts. Aan de basis van dit talent in de Duitse Bondsrepubliek ligt talent uit België, dames en heren, want de meisjes worden mede gecoacht door Vera Grimopré, de vroegere Belgische kampioen in de turnen. Mooi, die losse overslag. Het is echt jammer voor die val, heel in het begin van de oefening. Nu komt de afstand. En dat wordt een dubbel salto. Goed uitgevoerd, goed opgevangen.